Dit is HK van GBG en hij was zijn eigen game member in het setup set. Maar voordat deze video begint wil ik even vragen om te liken en te abonneren. Ik zie namelijk dat 46,4% niet is geabonneerd. Uitstappen. Oh, even een verse outfit hebben, man, boys. Eerlijk, ik zeg nog steeds, deze outfit vind ik fris, man. Hey, yo. Yo, hoi, collab. Oh, hè. Met je. Is goeie. Ik kan ook anders met je. Lijp, man. Jullie hebben gewoon. Nee, die outfit is van hem en die heeft een keer hem gepakt. Ja, bruut. Nee, was van de andere OG's. Ik zeg je eerlijk, boys. Ik ben echt boe, man. Het is best wel laat in de avond. Gaan we gewoon niet even op BP gewoon even kijken wat daar is? Kom maar. Ja, als chauffeur rij mag. Die. Daar komen we achterin. Chauffeur die gestrapt is, hè? Altijd ready. Die radio-muziek uitgezet. Ja, man. Die zijn mensen. Parkeren meer eens. Die. Pak op, bro. Nieuw. Hakamos. What the fuck, Haka? Bro, wat doe jij in deze stad, bro? Ah, rond aan het zwerven. Ik ben nieuw hier, man. Kom. Wat even deadass, bro. Ik heb je al 2 jaar niet gezien, bro. Je komt gewoon zo uit de doorhoek. Ik ben ook door, dat weet je. Je weet van me. Maar ja, we zijn weer in die rare story. Wat is die story? Bro, met die boys toch? Get back. Hey, je bent met hun toch, of niet? Ja, ik ben wel met ze. Ik weet niet, man. Maar? Je vindt ze niet lauw of zo? Of? Ja, wel lauw, maar ik weet niet. Wat is het probleem dan? Bro. Yo, wie is dit? Jullie willen nog steeds gaande. Hey, platneus, even chillen, bro. Ik ben even in gesprek, joh. Hey, platneus, niet zo toch? Jawel, man, met je lelijk hoofd. Hey, Niffel, ik ben super sexy, bro. Kom aan. Begin je kont echt even daar te zetten, man, bro. Alsjeblieft. Oké, bro. Wat zei je? Ik weet niet, bro. Iedereen is een beetje uit elkaar gegroeid. Maar zijn nu iedereen is weer in de stad, dit toch? Zijn jullie ook met elkaar, zeg maar? Of is dat maar. Jawel. Nee, we zijn sowieso met elkaar. Maar ik ben minder in de stad, man. Leib, je bent nog steeds die kloter, zeg maar. Ja. Die vervelende guy. Ga even DJ zijn. DJ! Ja. Altijd optreden in stripclub, toch? Ja, man. Ja. Bro, wie wat? Moet ik je plaatje geven, Ivan? Kom. Je weet ook wie voor een kleintje had. Hi, boy. Kijk. Je weet, je gaat lekker. Oké. Kijk, even Yusuf. Maar wat doe jij nu? Hey, wie? Plaatje hey, broer. Man kwam van de andere kant. Geef me nu 7 of 8. Hey, broer. Wie is dit? Yo, Niffel, hoe gaat het? Yo. Kijk hier, helemaal. Maar oké, ik ga even Yusuf gaan doen. Ja, toch? Hey, joh. Dat is ook iemand van Redback. Ja, Diogo, toch? Ja, je kent hem. Ja. Ik heb wel vaker met hem. Maar ik heb beef met ze gehad, toch? Nee, met die boys. Klopt. Dat zijn een beetje nieuwe. Ben je wel een beetje goed met die boys dan? Want je weet toch, je had op een gegeven moment een beef, waardoor je uiteindelijk de stad uit ging. Ik weet niet goed, maar ik begon normaal. Ik zit met zijn poort, maar ik heb nog niet veel. Ik heb nog geen nakko en zo. Ik moet nog activeren. Oh, jou kennen de HK, bro. Je zou al lang nakko moeten hebben, zeg maar. Je had al iemand daar geschetst en zo, dat soort dingen. Schetsen, motivatie, bro. Door. Wat is deze guy? Ik veel. Heb ik iets van jou, kerel? Nee. Hij geliefd door te redden. Ja, eerste vordering. Zit anders boete. Wat dat eerste vordering, bro. Oké, door jou loop ik ook mank, bro. Moet ik in het ziekenhuis. Kleine boy, ik zeg het je. Nee, hé, broer, klaar. Is zo klaar. Oké. Okay. Bro, we kunnen gewoon. Hé, broer. Wat? Ik ga je nu eentje. Man, vloog gewoon. Headshot. Ik ben binnen gelijk, ik ben net op. Nee. Wie is dit, joh? Gelijk mijn hitman in die poort. Waarom doe je mijn naam? Hé, luister, die hitman gelijk in die poort, hoor. Ik hoor zo, moet ik hem shooten? Zeg maar, hij zit daarboven. Zeg nou, maar laat maar. Fuck hem ook daar. Wie is dat, man? Ja? Nee, hoe lijkt me bijna dood. Hé, maar bro, wat is die motion dan, bro? Waarom ga je niet schetsen? Gewoon net als vroeger, back in the old days. Moet iemand schetsen, bro? Leg het me uit, hoe moet ik nu iemand schetsen? Ik heb geen nakko. Bro, dat is echt genoeg manieren, bro. Je kan mannen in setje zetten, alles. Geen probleem. Kijk, weet je wat de optie is? Wat? Ja, nee, ik weet niet trouwens. Ja, gooi die optie, bro. Gooi die optie, kom. Nee, maar die is een beetje haaik, man. Wat is die haaik optie? Ja, ik weet niet zo. Gooi het, bro. Je hebt het in je hoofd, bro. Je hebt het in je hoofd. Nee, haaik, het is zo haaik. Kom, zeg gewoon. Hé, maar als ik dit doe, nakko gaat naar mij, hè? Je hoeft niet. Nee, joh, je hoeft niet te schamen. Hondpee, sowieso niet. Maar hondpee die nou gaat naar mij. Bro, ik kan niet. Vertel eerst het plan, bro. Vertel eerst het plan. Je wil nu al dingen claimen, bro? What the fuck? Ja, wie is dat dan? Hondpee. Deze boy, die net zag, toch? Die Diego. Ja. Diego. Kun je hem setje zetten? Je wil hem setje zetten? Bro, ik heb beef met ze gehad, hè. Die wil hem gewoon kantelen, gewoon. Ja, maar niemand weet dat ik het ben. Zeg maar dat via mij komt. What the fuck ga je hem setje zetten dan, zeg maar? En hoe gaat hij ook nog, zeg heb maar, niet eraf komen? Heb jij trouwens nakko, gewoon? Ja. Ah, weet je wat we kunnen doen? Gooi je die boy in setje? Ik weet het ook niet hoe eigenlijk. Ja, bro, je komt weer met een ouderwets precies poepplan, hou. What the fuck, hou. Je wil buitenslaan, maar je weet niet hoe je moet buitenslaan. Wat ja, ik ga het zeggen. Ja. We gaan hem gewoon setje zetten, ja? Ja, oké. Ik ben down, maar als in hoe? Kijk, ik ben nu enigszins met hem in de stad. Want hij heeft gewoon een kort, hè. Dus eigenlijk, ik weet niet, ik kan hem ergens naartoe roepen. Dat je moet klaar zijn met nakko of zo. Ik ga gewoon in mijn auto. Ik ga gewoon zeggen tegen broer, kom in mijn auto. Ja, maar hij heeft geen nakko op zak. Hij heeft geen nakko op zak. Dat kan. Hij heeft nakko. Ja, maar hij heeft niet op zak. Nee, niet op zak, nee. Maar kan hij gaat hem denk ik ook niet trekken als hij met jou solo is dat. Jawel, hondpee. Ja?
Want doe ze pijn. Ja? Ja. Oh, als jij nu kan regelen dat hij P op zak heeft, klaar. Maar hij gaat niet pakken, bro. Solo. Hij is solo staat, bro. Hij gaat niet pakken. Proef het niet. Wacht, zijn de boys van nu actief? Niet dat hij opeens iedereen shoot. Er zijn gewoon twee mans. Ja, maar wie dat is moe? Ik heb geen Nokko. Je bent enigste met Nokko, hè? Ja. Maar als in twee mans porto, hè? Zonder jou. Ik begon met nog een mattie. Oh, ja, sterk. Ja. Ik moet wel eerst naar het ziekenhuis, want je hebt me bijna dit geslagen. Hey, driver, we hebben pick-up nodig, man. Kun je ons even naar het ziekenhuis brengen? Is dit van jou? Ja, stop. Hi, boy. Zie je, de deur gaat automatisch open, alles. Zie je, luxe auto. Ik ben even ziekenhuis, man, broerski. Hij vroeg waar ik ben, trouwens. Ai, Rico, je hebt wel luxe story, hè, hier. Alles is goed geregeld, man. Nieuwe maar, zet mij niet eens goed, broer. Wat de fuck hoe is met jou, denk man? Je, zeg maar, hem in dingen te zetten, dan? Hoe noem je dat al? Een chucha of zo? Een wat? Een chucha? Nee, gewoon een setje. Oh, is dat geen chucha? Nee, broer, chucha is gewoon gezeik, broer. Rare chucha gebeurt, je weet toch? Oké, duidelijk. Ja, ik ben van de street, maar niet van de street, nou ja? Ja, ik ben nog die white boy van me. Ja, nog steeds. Hoorde. Samen weer. Maar, hoe denk je dat hij zo'n wapen gaat pakken? Oké, weet je wat ik kan zeggen? Ik ga zeggen, als zijn boys met wapens ziet. Maar hoe gaat hij wapens pakken dan? Hoe gaat hij zo'n wapen pakken, zeg maar? Ik kan zeggen dat ik boys met knuckles heb gezien. Eén iemand. Mesje gewoon. Makkelijkste. Ga zeg iemand met mesje hier aan het lopen. En dan gaat hij zijn knuckle pakken. We en dan kunnen ga ik een scenario bedenken, zeg maar, waarin één iemand verwerkt, één iemand ript iemand. En hij kan die mes rippen. Broer, als hij knoep, hij pakt knuckle. Ja? Orgie. We gaan nu nog doen. Dat zegt gewoon die andere boys. Nu nog doen. Daarom. Maar wat moet ik doen? Je hoeft niks te doen, kom. Ze gaan niet eens weten dat jij dat hebt gedaan, bro. Ik weet niet. Heb je geen beest of zo? Geen planten? Ga eens even naar een andere locatie gaan, dan schrijf je collega. Ik heb wel doen, even. Jouw collega, hoor je? Rustig. Je weet gewoon, die gay. Maar hé, wie zijn dit hier voor me? Nou, ik ga nu het doen. Zijn gewoon collega's van mij, maak je geen zorgen. Discreet. Honderd. Maar dan weet hij niks over jou, ze weten niks over jou. Sterk. Ze weten alleen waar je woont, hoe je ouders je bent en welke auto's je rijdt, maar voor de rest. Dat is niet belangrijk, hier, bro. Luister, je moet ook even die story aan hun vertellen, ja? Ja. Oh, bro, typisch. Vertel even die story aan die boys. Aangenaam, AK, wie is dit? John Wick, man. Aangenaam. Wie is dit? Aangenaam, AK. UFO, man. AK, UFO. Het was snel gezegd, ik zit in een groep, Get Back, maar er zijn een paar boys. Ik zo, gewoon origineel, ja, gewoon van vroeger waar ik beef me had. Maar we gaan ze gewoon setjes zetten, snel gezegd. Maar hé, luister, Rico, niemand moet weten, hè? Nee, hoor, niemand in de stad gaat weten, zeg maar. Origineel. Ewa, dat is het, man, Jesu. Ewa, bro, luister. Hij wil die man zetten met zijn Nakko. Die guy die net op BP stond op zijn Cayenne. Ja. Die guy heeft die Nakko. Ewa, moet ik even een keer met mijn shotgun met een blokpark dansje gaan doen of zo? Nee. Ja. Bro, we hebben een ander plan. Althans, dat plan kan ook, dat kan ook. Ik kan gewoon bij die garage daar om die hoek, je weet toch? Deel de garage van iedereen. Ja. Ik ga gewoon daar mijn shotty pakken. Uit zijn zicht. Ik schiet daar 1-2 keer. Misschien gaat hij activeren. Je weet niet. Klopt, kan. Kijk, weet je wat ik... Ja, kom, ja. Weet je wat ik aan dacht? Een verwerklocatie. Een popmannetje neer. Die dan zeg maar gaat verwerken. Eén iemand die zeg maar gaat rippen met een mesje. Ja. En dan gaat hij callen van... Yo, daar is een geekie met mesje. En dan gaat die guy met die Nakko... Om op hem activeren. Geef je nog? Die, wat is het? Een blauwe, roze, roodachtige pai kan rijden. Of is nou die outfit switch houden? Bro, moet een koffer zijn, bro. Oh, dit? Even één lijpe window tint erop. Die vallen we niet op. Maar Nakko op het stuur. Ik denk ready, jou. Hey, collega, ik zit in mijn fortje, ja. Rode kleur met zwarte window tint. Dit is goed. Hij activeert. Hoorde die schoten? Ik hoorde die schoten. Bro, hij heeft niks door. Yo. Ah, ik ben terug. Is het gelukt? Bro, een collega heeft net geschoten. Hij weet van zeg maar wie of wat. Ze zijn geschoten. Wie? Ga niet volg. Die guy met die fiets. Ah, hij pakt een Nakko, ja? Bro, hij rent letterlijk langs me ook. Bro, fuck hij, hond. Hallo. Ja, brother, wat is er? Wij gaan nu een Nakko pakken. Zie? Je moet niet te veel bellen, bro. Het valt op. Ja, maar ik neem, bro. Hij vraagt nooit wat daarover. Maar hij gaat zo meteen Nakko pakken. Ik ga hem in mijn auto laten. Waar is even je goede spot? Vliegveld? Nee, dat is Poepie. Zeg even je level spot, Niffo. Ja, is Les Roji. Les toch? Ja, ik kan. Gewoon in die kamer. Ik weet ik veel, Niffo. Of bij die reparatie ding. Waar je hem gaat repareren. Je moet zeggen eerst maar wat ik repareren. Waar is dat? Gewoon, zo'n shop. Ja, welke? Ah, weet je wat ik ga doen? Weet ik veel, Niffo. Doe eens op Lester, bro. Oh, die ding. Ah, weet je wat ik ga doen, Ivan? Ja. Ik ga hem naar... ik ga hem zijn wapen laten pakken. Maar hij weet dat ik heb gevraagd. Ja, dat hoorde je trouwens. Ik ga nu zijn Nakko pakken. Rijk die richting Lester. Dan moeten jullie gewoon pull-up, ja? Maar Yusu is even gewoon buiten die toren. Ik krijg wel één Nakko van hem. Ja, komt goed. Ewa, Maar zorg wel dat je 100% weet dat hij heeft. Ja, ik ga hem eerst even laten. Gewoon zeg maar dat...
Omdat ik weet dat hij gewoon, dat ik zie dat hij hem pakt. Hij reageert niet goed, oké. Ik zeg maar, ik stuur Loco wanneer les moet komen. Ja, schat, gaat hij zo meteen misschien Noko. Niet zo toch, hij gaat tussen bij hem in de buggy. Ze gaan nu Noko pakken. Ze gaan nu Noko pakken. Ze gaan nu pakken. Wie fuck kan met jou je bommen setje zetten, bro? Wat? Die man die bij hen zit mee opeens. Ja, maar bro, die man heeft niks op zak. Bro, wat heeft hij hier gelegd? Hij ligt ook wel. Ja, hij heeft precies niks op zak. Wow. Hé, hey, Diego, heb je nog een kopje of niet? Hij, wacht eens voor me. Diego, heb je hem gepakt? Of bro, je zegt net je bent het kopje, wat is met jou? Nee. Hij gaat misschien nu zijn eigen nek halen. Is het in die post? Deze man is nu te kallen dat jij in die auto zit. Hey, wat de fuck moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, hij is nu te kallen voor de dit allemaal te roepen. Maar wat moet ik doen? Ik denk van, hij is te chic. Maar hoezo zit ik in een buggy? Welke buggy zit er? Ja, dat zegt hij tegen mij. Rode auto, weet ik veel. Maar luister, weet je wat ik ga doen? Huh? Ik weet het ook eigenlijk niet. Zeg maar wat de fuck moet ik gaan doen. Ik weet niet, maar deze man is chic. Hè? Deze man is chic. Moet ik hem ergens naartoe roepen dat je daar klaar staat? Dat is ook optie, hè? Ja, maar bro, hij trekt niks, bro. Dat zie je toch? Hij heeft niks op zak. Niks. Ja, die zal het roepen. Ja, waar ben jij nu? Ik weet niet, zo. Zeg maar. Ja, ik weet het niet. Hij zegt nu moet ik mijn shoppen. Ik denk veel. We zijn stash voor die. Wacht even, man. Ik ben bezig gewoon, die Diego. Bij me. Hij moet hem gewoon laten zetten, bro. Dat is in de stuk. Ja, hij weet het. Waar ben jij eigenlijk? Ik poosje waar ik kijk eraan. Als je deze boys aan het volgen, zo? Hij zit nu net op de kade. Dat ze jullie willen shooten, maar hij heeft nu geen snak op. Maar hoezo? Wij willen shooten. Hè? Hoezo zeggen ze dat wij willen shooten? Ik zeg, hij wil hun shooten. Hij wil jullie, zeg maar, shooten. Maar hij heeft niks snak op zak. Ja, maar is het opvallend al. Moet ik hem lokken naar iets of niet? Nee, want net ik ging een lessen. Hij heeft niks op zak, bro, begrijp het. Wauw, hij zit helemaal geen porto te schreeuwen. Hé, boys, kunnen jullie even stil zijn? Ja, Diego dan. Je moet gewoon met hem praten en zo. Een beetje activeren, bro. Geef gewoon komst door. Wat zei je van? Ik zei, geef gewoon komst door. Ga, laat ze activeren. Ja, optie. Ja, meneer, leg maar snel uit wat ik moet doen. Ja, bro, ik weet niet, man. Luister, ik lok hem naar Loka met Nako. Ja, maar. Bro, wat je nog verder wil, bro, is juist van jou. Ja, ik overleg wel even, ik laat zo weten. Oh, bro, ze gaan hier niet trekken, collega. Ik denk die Razeef gaat nog wel wat doen. Hij rijdt net bij Munition. Hopelijk zat hij daaruit, gaat hij rennen via die achterzijde van die bankje. In ieder geval, zo zou ik heen naar boven en dan proberen te trekken. En dan zelf een kontje geboord worden. Bro, zouden ons wat gek, Mattie? Of we zijn brein? Hij ging net bellen, maar hij ging helemaal de poort uit, bro. Het zat niet zussig, maar er komt toch zus over aan hun kant. Hij rijdt hier weer. Rijdt richting Roy, volgens mij. Gaat nu halen, zeg. Jus, precies. Snap je? Ze hebben Colo lang gewacht. Hij gaat nu pas halen. Nu zat ze met die shotgun op die fucking motor. Hij is toch lijp. Hij rijdt hem expres aan. Hij sms mij, zegt ik ben nu Roy. Ja. Proberen ons te setupen, man. Ze willen ons setupen? Hij zegt, hij zei van, nou ja, dit en dat. Ik ging mij bellen toch, ik zei van bro, laat hem die wapen trekken, dit en dat, die man aan het zetten en zo. Hij zei nee, dit en dat, bla bla, onzin allemaal. Hij zei wil niet op BP gooien, samen met hem in rode garage, zegt hij. Hij was er zo'n tweede nacht actief, denk ik. Ik heb gezegd, ik ga maar rijden naar BPG. Ik kon weten dat het setje is. Oh, daar kwam nog aan. Bro, jij zit hier. Ik klopt, er gaat Yusu, bro, Yusu. Maar hé, hey, Ivan. Wat? Hallo. Ja, hallo. Hoe is hij? Wat? Ik heb hem nu bij rode garage. Hallo. Ja, wacht even. Ja bro, je moet duidelijk zeggen, hij mijn auto is genomen. Doe wie? Hè? Ja, doe je klote weer. Nee, bro, je moet zeggen wat is. Luister, ga je zeggen wat is, ja? Mm. Collega, ben je daar al, stel je al klaar? Waar klaar? Kom richting BPG, ja? Bro, je begrijpt juist zoiets niet, man, Ivan. Deze boy wil niet trekken op BPG. Ja, nee, BPG, dat is niet BP. Waar dan? Oh, garage? Ja. Ja, waar is dat? Die daarachter? Van BP garage. Je zit met een setje, Yusu. Nee, joh. Bro, hoe kan ik je een setje? Bro, van wat moet ik bro, dat wil ik die nou kunnen krijgen. Ja, nee. Bro, ik zei met die man in de uur. Ik ben ze gewoon een beetje van, hij staat bij die garage. Mijn mooie vrouw. Vandaar, kijk je. Vandaar, kijk. Maar kom richting BPG. Ik heb gezegd tegen hem, kom richting BPG. Maar bro, ik kan geen zicht hebben daarop, hè. Zal BPG. Je staat er letterlijk op? Welke engels zal ik pakken? Vanaf die kleding. Hé, wil een van deze boy wil niet. Wodda. Ja, wel klaar. Ja, wat ik weet niet wat ik moet doen. Is shaky. Ja, waarschijnlijk wel. Ik rij nu bij rode garage eruit. Dat is gewoon shaky, bro. Moet ik hem een rode garage zetten? Zet die, moet nu zeggen. Ik ga even kleuren wat ik kan doen, ja? Ik sta BPG. Oh, die boy zegt gewoon van, hij zegt ja, nee, daar. Ik ben gewoon. Hij zit in rode garage. Maar, dat betekent dat die ergens 7 ergens moet zijn. Staat hier bij BPG, om BP. Nu? Yo. Uitstoppen nu. Zie je, zo. Hebben nu BP? Allebei uitstoppen. Stap uit. Hoezo, bro? Kom je naar achter? Je moet er lopen. Nu. Hoezo? Omdraaien. Hoezo? Omdraaien. Hoezo? Omdraaien, broer. Hey, Veren. Yusuf, je bent setje gezet, Diego. Porto. Heeft hij? Ja, ah. Pak je wapen af. Wat doe je allemaal, broer? Zet de
setup zetten, toch? Hoe jullie? Fouilleer hem. Ik fouilleer hem, man, trek die wapen. Oh, Ludon. Setje zetten, toch? Die dingen zullen ons setje zetten. Haalt het wapen op zak. Ik fouilleer hem. Heeft het wapen op zak. Ik pak het af van hem. Man jumpt en trekt het wapen. Nice. Die blauwe had hem op zak, hè? Ja, ja. Ik fouilleer hem, bro. Hij jumpt opeens weg. Ik heb zukte hem, hij reed mij aan. Toen zei hij, heb je hem en toen reed hij snel weg. Was net al toen ik die net zukte. Maar nu, die Naku ligt daar. Ja, ik heb hem gewoon afgepakt en man trekt hem opeens, zeg maar. Terwijl ik hem had ging fouilleren, jumpt hij weg, trekt die wapen. Wacht, heb je hem wel of niet afgepakt? Ik heb het Naku. Lijp, we hebben die mannen gekanteld. Gekanteld, Mattie. We zijn stad uit. Bro, hij was instant city, bro. Maar ik zeg eerlijk, boys, het is fucking 4:30 in de nacht, bro. Was één lijpe shit, bro. Ja. Eén lijpe story. Ik ga wel naar mijn bed, man. Ik ook, man. Wij checken u voor SNL, maatje. Vond je dit nou leuke content? Klik dan zeker ook mijn volgende video.